Een portret is niet alleen uniek, het is ook een blijvende herinnering die een leven lang wordt gekoesterd, maar helaas niet voor iedereen weggelegd. Wel op 8 december 2012, de dag van het helpportret. Minder bedeelden krijgen de kans om een mooie foto te laten maken. Zo ook in het Huis van de Heuvel in Breda. We hebben best ook wel veel mensen die gewoon van weinig rond moeten komen. En dan is het heel mooi als je ze iets, met elkaar iets moois kunt bezorgen. Dus in die zin denk ik dat het nodig is, ja. Ook voor Nelly is dit een mooie kans. Ik kwam binnen, ik denk van jongen, wat chic allemaal. Het ziet er heel leuk uit. Ja, ik vind het heel gezellig. Ik had niet verwacht dat het zo mooi eruit zou zien toen ik hier kwam. Dat is wel heel lang terug dat ik echt op de foto ben. Dat ze een foto van mij hebben gemaakt. Dus, nou ja, ik heb een tijdje gewerkt en toen ben ik ziek geraakt. En er kwam helemaal niks van. Ik kon helemaal niet weg of wat dan ook. Ja, ik ben afhankelijk van een ander voor mijn mobiel, zeg maar. Ik loop heel slecht, zeg maar. En vind ik persoonlijk. En ik ga nog steeds naar de fysiotherapie, maar ja, ik ben nog steeds afhankelijk van de ander. En daarom ben ik blij dat ik hier naartoe ben gebracht. Ja, dat ik misschien een hele mooie foto mee krijg naar huis. En ga je alleen op de foto? Samen met Lady en Michel. Mijn vriend en mijn vriendinnetje. Kijk, mam, niet eten. Kijk, ja, dit is fijn. Oh, leuk. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen bij Helpportret? We lopen al een aantal maanden bij de voedselbank. En daar werden uitnodigingen verspreid. Dus hadden wij zoiets van, ja, dat lijkt ons wel leuk om te doen. We staan als compleet gezin nog niet op de foto. Ja, ik vind dat geweldig. Ik bedoel, wij zouden het nu financieel zelf niet kunnen betalen. Dat gaat gewoon niet. Maar het is wel iets wat wij toch eigenlijk op ons verlanglijstje hadden staan. Om toch een herinnering te hebben zoals het gezin nu is. En hebben jullie ook al op de lach geoefend? Nee. Nee, niet echt. Kijk hier. Ja. Zo, wat leuk. Nee, te gek joh. Zo, dat is mooi. Ja. Ja, prachtig, wat leuk. Nou, high five. Hey. Ja. High five. Kijk, die keer is ook dubbel. En dan springt je omhoog en dan komt ze zo. Dat is echt heel mooi. Mooi gedaan. Dat kan van mij niet. Ja, hij is heel mooi. Ja. Hij is heel mooi, ja, absoluut. Het is niet zo makkelijk om zo'n foto te maken. Geweldig. Ik ben heel enthousiast, dus kijk eens, dat is het resultaat. Mooi hoor. Ja, ik ben heel blij. Bedankt voor alles, hè.